Nee, niet staat te rotten. Het is de veiling die nu komt. Het is de derde, vierde veiling. Die auto's die u daar ziet, worden geveild. Omdat we ze niet kunnen onderhouden. Wat we niet kunnen onderhouden, gaat op de veiling. Het is de vierde veiling, er komt een vijfde, er komt een zesde. Geloof me, ik ben nog een jaar bezig om alle karkassen van de overheid te veilen. Want ze staan inderdaad te rotten. En ze hebben waarde, ze leveren miljoenen op. Maar nogmaals, wat wij niet kunnen onderhouden, wordt geveild. Minister, ik ben begonnen met een landelijk programma om verlaten van de EF. Ja. Ik zou niet zeggen in beslag te nemen. Mm. Maar u bent daar niet bezig. In welk traject zit u? Dus ik heb de eerste 100 lijsten online gezet. En die zijn bekendgemaakt. Het loopt goed. Er zijn een aantal mensen die al hebben ingespeeld, die hun terreinen schoonmaken. Dat is de bedoeling. Vooral terreinen die direct een gevaar vormen. Het gaat vooral om die terreinen en gebouwen. Als je in de stad gaat, zie je soms gebouwen die op je hoofd willen vallen. Dus we zijn heel agressief. Ik moet agressief zijn. Wie anders moet het doen? Zeg maar even. Ministerie van GBB? Moet de president het doen? Toch? Moet het ministerie van Onderwijs het doen? Nee, het ministerie van OW heeft de taakstelling om te zorgen dat het milieu groen voorzien en gebouwen veiliger. Na OW heb je niemand meer. Heb je alleen God. Toch? Dus daarom, het is een agressief beleid. We kunnen niet toestaan dat de veiligheid van burgers op straat, in buurten. Ik zelf zie het kruispunten waarbij het gras helemaal op de weg is. Dan moet ik uw belastingcenten in deze tijd gaan gebruiken. Nee, als die mensen het niet kunnen onderhouden, verkoop dat ding en ga ergens anders wonen. En als het boedels zijn, dan moet ik het oplossen als staat. En er is één gouden regel. Wat niet opgelost kan worden, gaan we intrekken. Hoe zit het dan met het juridisch deel? Dat zeg ik toch, dat moet je laten voor de juristen. Wij gaan gebruik maken van artikel intrek van de grond. En de rest mag men bij de centrale bank gaan halen. Eventueel geld of vergoeding, weet ik veel wat. Dat zullen zij regelen, de juristen. Maar je moet weten dat als er boedelpercelen zijn, is er niemand die dat oplost. Iemand moet dat oplossen. Ja toch? En de wet heeft genoeg artikelen voor ons om het op te lossen. Kijk, als er geen wet was, dat zou ik zeggen. Maar ik kan nu de belastingcenten van ons niet gaan gebruiken daarvoor. Laat de mensen, de eigenaren daarvoor betalen. En dat loopt goed. Ik denk dat onze grootste zorg is eerder de boedelproblematiek. Want die zullen niemand zo makkelijk kunnen houden. Maar ik heb mensen gehad helemaal uit Nederland die afgereisd zijn voor een week. En hun boedelpanden hebben opgepakt omdat ze nog leven. Maar goed, er zal een druppeltje op een hete plaats zijn. Want ik ben eerst in Groot Paramaribo begonnen. Maar waar ik woon zelf heb je ook een aantal verlaten gronden en percelen. Dus er is nog veel werk. Ik heb een brief gestuurd naar de DC's dat ze met hun RR's alle percelen in hun buurt inventariseren die een direct gevaar vormen, hoor. Wat indirect is, laten we even. Met direct gevaar voor, vooral op kruispunten, toch, die gebouwen en percelen. Want heel veel mensen klagen. Kinderen, hun veiligheid, jongens die terugtrekken om te roken, dit, dat. Dus dat beleid loopt goed en we gaan hem verder versterken.